Goedemiddag. Ik open deze academische zitting waarin mevrouw Reumkens haar academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Het proefschrift is geschreven in de Engelse taal onder de titel Various Aspects of Quality and Safety of Colonoscopy. Alvorens wij overgaan tot de oppositie en de promovenda tot de beantwoording van onze vragen, zal de promovenda een korte samenvatting geven van de door haar verrichte onderzoekingen en een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes. Dank u. Geachte prorector, promotor, co-promotor, opponenten, lieve familie en vrienden. Het is mij een eer om u het komende kwartier mee te nemen door mijn proefschrift. Various aspects of quality and safety of colonoscopy. Oftewel in het Nederlands, verschillende aspecten van kwaliteit en veiligheid van colonoscopie. Om te beginnen wil ik iedereen bedanken die aan dit proefschrift heeft bijgedragen. Mijn promotor, co-promotors, collega's, familie en uiteraard alle patiënten. Ik heb geen disclosures te vermelden. Een colonoscopie is een dikke darmonderzoek waarbij er met een flexibele kijkbuis, ook wel coloscoop genoemd, in de dikke darm wordt gekeken. Colon betekent dikke darm, scopie staat voor kijken. Coloscopie betekent dus in de dikke darm kijken. Coloscopie is een belangrijk onderzoek voor de diagnose en behandeling van dikke darmkanker en de voorlopers daarvan, ook wel polypen genoemd, zoals hier op de monitor. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 270.000 coloscopieën verricht. Hiervan worden de meeste verricht omdat mensen klachten hebben, zoals diarree, verstopping, bloedverlies of gewichtsverlies. Sinds 2014 bestaat het bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker bij mensen van 55 tot en met 75 jaar. Hiermee is het jaarlijks aantal ongeveer met 60.000 toegenomen. Door het verrichten van coloscopieën komen er, bijvoorbeeld door het verwijderen van polypen, ook indicaties om controleonderzoeken uit te voeren. Hiermee worden er nog eens extra onderzoeken verricht. Echter, coloscopieën zijn belastend voor patiënten en kunnen gepaard gaan met risico's. Daarom zijn er hoge kwaliteits- en veiligheidseisen nodig. Kwaliteit van coloscopie valt of staat met de kwaliteit van darmvoorbereiding. Alleen als de darmvoorbereiding optimaal is, kunnen eventuele afwijkingen gevonden en optimaal beoordeeld worden. In het eerste deel hebben we gekeken hoe we darmvoorbereiding kunnen verbeteren met behulp van een smartphone-app. Daarnaast hebben we gekeken hoe we neuroendocrine neoplasie in de dikke darm beter kunnen herkennen en daardoor ook beter kunnen behandelen en beter kunnen opvolgen. In deel 2 focussen we op veiligheid van coloscopie. Hier kom ik later op terug. Voordat een coloscopie kan plaatsvinden, moet de darm gereinigd, oftewel schoon worden met laxeermiddel. Er zijn verschillende soorten laxeermiddel beschikbaar. Nadat de darm goed gereinigd is, kan het slijmvlies van de dikke darm, oftewel colon, met behulp van een coloscoop volledig worden bekeken. Helaas lukt het niet bij iedereen om de darm zo schoon mogelijk te krijgen. Om de kwaliteit van darmreiniging te beoordelen, wordt in Nederland gebruik gemaakt van de Boston Bowel Preparation Scale, oftewel BPPS afgekort. Hierbij wordt het colon in 3 onderdelen verdeeld, namelijk in het rechtercolon, het transversum, oftewel het dwarsliggende deel van het colon, en het linkercolon. Elk onderdeel kan een score krijgen van 0 tot 3. Hierbij is bij een score van 0 de dikke darm niet beoordeelbaar door de hoeveelheid vaste ontlasting, en heeft het geen zin om de coloscopie te continueren. 3 is de ideale situatie, waarbij het slijmvlies optimaal beoordeelbaar is. Als je de scores van alle 3 de onderdelen bij elkaar optelt, kun je dus een score van 0 tot 9 krijgen, waarbij alleen bij een BPPS van 6 of meer voldoende schoon wordt gezien, zodat het onderzoek van voldoende kwaliteit is en je dus ook een goede conclusie aan kunt verbinden. In hoofdstuk 3 beschrijven we hoe een app met instructies hoe darmvoorbereiding te verrichten, resulteert in een iets betere BPPS. En daarmee dus ook een betere darmvoorbereiding. De smartphone-app werd vergeleken met alleen mondelinge en schriftelijke uitleg. En de patiënttevredenheid was in beide groepen gelijk. Indien darmvoorbereiding goed genoeg is, kunnen we afwijkingen ook opsporen en beschrijven. Om een idee te krijgen, laat ik hier voorbeelden zien van polypen en kanker in de dikke darm. Soms zijn deze afwijkingen makkelijk op te sporen, ook bij minder goede darmvoorbereiding, zoals bij de rood omcirkelde afwijkingen. Maar indien er veel vaste of vloeibare ontlasting is, kunnen afwijkingen makkelijk gemist worden, zoals met de groene cirkels is aangeduid.
In hoofdstuk 2 beschrijven we verschillende kenmerken van neuroendocrine neoplasieën, afgekort NEN in de dikke darm. NEN zijn zeldzame tumoren die hun oorsprong hebben in het neuroendocrine systeem. Neuroendocrine cellen zitten in veel weefsels in het lichaam. Bij NEN groeien deze cellen ongeremd en kunnen ze hormonen en hormoonachtige stoffen produceren. NEN kunnen overal in het lichaam voorkomen, maar ontstaan meestal in de maag, darmen, alvleesklier of longen. Soms wordt die NEN per toeval ontdekt, tijdens een coloscopie, en soms naar aanleiding van klachten die een patiënt beschrijft. Die NEN is en blijft zeldzaam. In onze studie zagen we dat het aantal gediagnosticeerde NENs per 1000 coloscopieën gelijk blijft. Namelijk, in 15 jaar tijd zien we gemiddeld 1 NEN per 1666 coloscopieën. Omdat het jaarlijks aantal coloscopieën op landelijk niveau toeneemt, zien we een verhouding dus ook meer NENs. Maar blijft het voorkomen, oftewel het percentage, nagenoeg gelijk. Maar ondanks dat NENs zeldzaam zijn, moeten we ze kennen om ze te kunnen herkennen. Dit draagt bij aan kwaliteit van coloscopie. Zoals dat het geval is bij kwaadaardige tumoren, kunnen NENs ook uitzaaien naar andere organen. Er zijn 2 soorten NENs, namelijk neuroendocrine tumoren, oftewel NET, en neuroendocrine carcinomen, oftewel NEC. Bij NET groeien tumorcellen langzaam, zodat ook bij uitzaaiingen de overlevingskansen nog redelijk zijn. Bij NEC groeien de tumorcellen sneller en zijn de overlevingskansen op het moment van stellen van de diagnose, mede door het vaker voorkomen van uitzaaiingen, beperkt. In hoofdstuk 2 beschrijven we 85 NEN-patiënten die gedurende 15 jaar in de regio Zuid-Limburg zijn gediagnosticeerd. We beschrijven hoe NETs en NECs er meestal uitzien bij coloscopie. Hierbij valt met name op dat NETs in de enderdarm zich vaak presenteren als een gelige, bolvormige structuur, waarbij ze veel op goedaardige gezwellen van vetweefsel, oftewel lipomen, lijken. Het is belangrijk om NETs te onderscheiden van lipomen, omdat ze in tegenstelling tot lipomen wel kunnen uitzaaien. NECs in de dikke darm zijn vaak grote tumoren met zweren en deze NECs zien er op het eerste oog vaak al kwaadaardig uit. In deel 2 focussen we op veiligheid van coloscopie, waarbij we eerst kijken naar complicaties en daarna naar kaliumtekort voor en na darmvoorbereiding voor coloscopie. In hoofdstuk 4 hebben we een uitgebreid literatuuronderzoek verricht naar de complicaties rondom coloscopie. De complicaties waar we in dit onderzoek naar gekeken hebben zijn perforatie, dat is een gaatje in de darm door het onderzoek zelf of door polypverwijdering, bloeding en overlijden. Het optreden van deze complicaties bij patiënten is vervolgd tot 30 dagen na coloscopie. Alle onderzochte studies lieten samenvattend een 1 op de 2000 coloscopieën perforaties zien, een 1 op de 385 bloedingen en een 1 op de 33.000 het overlijden van de patiënt. In 15 jaar tijd zien we dat het percentage bloedingen is afgenomen, terwijl we steeds vaker grotere, uitgebreidere en moeilijk gelegen polypen verwijderen. Het is belangrijk dat we complicaties goed blijven registreren en niet alleen aandacht hebben voor perforaties, bloedingen en overlijden, maar ook voor stoornissen in de zouthuishouding, welke kunnen leiden tot hinderlijke, serieuze klachten met soms zelfs fatale gevolgen, ook wel elektrolytstoornissen genoemd. In hoofdstuk 6 beschrijven we 2 patiënten welke overleden zijn aan de gevolgen van zo'n zoutstoornis, oftewel elektrolytstoornis, namelijk een zeer laag kalium in het bloed na darmvoorbereiding. Beide patiënten zijn overleden aan de gevolgen van hartritmestoornissen. Een laag kalium kan symptomen geven, namelijk vermoeidheid, spierzwakte, obstipatie en in zeer ernstige gevallen verlammingsverschijnselen of zelfs hartritmestoornissen. De hoogte van het kalium is niet per se gerelateerd aan het ontstaan van symptomen. Na analyse van deze 2 patiënten leek de oorzaak niet op 1 factor te berusten, maar multifactorieel te zijn, zoals in de tabel beschreven. Aan de hand van deze 2 patiënten onderzochten we gedurende 1 jaar in een grote groep patiënten het voorkomen van een laag kalium in hoogrisicogroepen. Deze kwetsbare patiënten betroffen opgenomen patiënten en patiënten die plastabletten gebruiken. Hierin bleek dat van de 1822 patiënten 4,2% een te laag kalium had voor het starten met de darmvoorbereiding. Van de 301 patiënten met een kaliumcontrole na darmvoorbereiding ontwikkelde 23,6% een te laag kalium. Omdat we in hoofdstuk 7 hebben gekeken naar een geselecteerde groep patiënten, rees de vraag hoe vaak een te laag kalium in het algemeen voorkomt bij mensen die een coloscopie ondergaan. En dit hebben we onderzocht in hoofdstuk 8.
Gedurende 7 maanden werden bij alle patiënten in het Zuiderland die een coloscopie ondergingen kaliumwaardes gecontroleerd voor en na darmvoorbereiding. Hierbij zagen we dat een te laag kalium al aanwezig was bij 16 patiënten die nog moesten starten met de darmvoorbereiding. Bij 1909 patiënten die bij start van de darmvoorbereiding in normaal kalium hadden, ontwikkelden 104 patiënten een te laag kalium na de darmreiniging. Vrouwen. Mensen die specifieke plastabletten gebruiken en mensen die de diagnose darmkanker kregen, hebben een hoger dan gemiddeld risico op het ontwikkelen van een te laag kalium. Met name hartpatiënten zijn bij het ontstaan van een laag kalium in het bloed extra vatbaar voor het optreden van ritmestoornissen of zelfs een hartstilstand. Daarom is het belangrijk om alert te zijn op het ontstaan van een te laag kalium in deze risicogroep, vooral tijdens en na voorbereiding, darmvoorbereiding voor coloscopie. Tot slot, samenvattend. In dit proefschrift hebben we verschillende aspecten van kwaliteit en veiligheid van coloscopie belicht. Darmvoorbereiding is essentieel voor kwaliteit van coloscopie. Een voorbereidingsapp kan darmvoorbereiding naar een hoger niveau tillen. Als wij onze ogen trainen, kunnen we afwijkingen en ook zeldzame afwijkingen zoals NANS beter herkennen en dan ook beter behandelen en opvolgen. Daarnaast hebben we risico's geïnventariseerd, complicaties rondom coloscopie bekeken, welke relatief weinig voorkomen, met daarbij focus op een te laag kalium na darmvoorbereiding. Darmvoorbereiding kan ernstige gevolgen hebben, zoals een fatale hartritmestoornis door kaliumtekort. We weten bij welke patiënten kaliumtekort zich voor kan doen en welke patiënten risico lopen. We weten echter niet goed hoe vaak fatale ritmestoornissen in de setting van darmvoorbereiding optreden. Verder onderzoek is nodig voordat tot grootschalig screenen op kaliumtekort kan worden besloten. Ik dank u voor uw aandacht. Dan geef ik nu graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel voor deze heldere en volgens mij voor iedereen goed te volgen voordracht. We zijn daardoor op de hoogte van waar het vandaag over gaat. U hebt bovendien de tijd behoorlijk efficiënt gebruikt, want we houden zelfs 2 minuten over. Dat wil zeggen dat alle opponenten rustig wat extra tijd mogen nemen, maar niet over hun tijd mogen gaan. De oppositie wordt geopend door professor Stassen. Hij is hoogleraar gastrointestinale chirurgie. Hij is dus een chirurg, in het bijzonder op het gebied van opleiding en onderwijs. Hij was voorzitter van de manuscript beoordelingscommissie. En over die commissie gesproken, alle leden van de commissie zijn vandaag aanwezig. En dat is al lang niet meer gebruikelijk bij alle promoties. Dus mijn complimenten aan het promotieteam die dat toch maar klaar hebben gekregen. Dat wil zeggen dat ik niet iedereen ga aankondigen of die wel of niet in de beoordelingscommissie zat. Ze zijn het allemaal, behalve de laatste opponent. Dus professor Stassen, het is aan u. Dank u, graag de prorector. Mevrouw de Pomvendus, graag wissel ik met u van gedachten over uw hele fijne proefschrift. Voor mijzelf als chirurg is dit een zeer goed te volgen proefschrift, omdat het heel dicht bij de praktijk staat en u zich bezig heeft gehouden met wat er staat. Kwaliteit en veiligheid van coloscopie. U hebt een beroep waarin u veel handelt en wij als chirurg hebben dat ook. En ook wij zijn zeer gefocust op de uitkomsten van ons handelen. En daar zal ik met u over van gedachten wisselen, maar niet nadat ik ook uw team nog een compliment heb gemaakt over de samenwerking en het product, dit hele fraaie boek. Ja, hoofdstuk 4 vind ik heel boeiend. Complicaties en complicatieregistratie. Dat laatste voeg ik eraan toe. Want wat je rapporteert aan complicaties, dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe goed je dat rapporteert, registreert. En ik was eigenlijk benieuwd hoe dat tegenwoordig gaat. U bent in opleiding, u zit in de dagelijkse praktijk. We hebben in uw hoofdstuk 4 een aantal studies gezien die blijkbaar dedicated zich daarop focusten. Maar hoe gaat het nu in de praktijk? Hoe loopt een registratie? En bent u zich er ook van bewust dat regelmatig complicaties worden besproken? Dat zou de registratie kunnen bevorderen. Want als iedereen weet dat er regelmatig op teruggekomen wordt, zijn we wat meer gemotiveerd om het ook extra goed te doen. Kunt u over die dagelijkse praktijk eens wat zeggen? Zeker. Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw woorden en ook voor de vraag. In de dagelijkse praktijk hebben we in Nederland DICA. Dat is registratie waar complicaties van coloscopie officieel geregistreerd zouden moeten worden. Er zijn een aantal parameters die je moet invullen om een complicatie te registreren. Maar dat moet de endoscopist wel zelf doen. Daar begint het mee en daar valt of staat het eigenlijk ook mee.
Daar denk ik, in het ziekenhuis waar ik gewerkt heb, is er voldoende aandacht om complicaties te bespreken. En daardoor ook een soort awareness te creëren om ze ook te registreren. Waarbij ze eigenlijk om de week of één keer per maand standaard een complicatiebespreking inrichten. Maar precies wat ik als eerste zei, als je dus niet registreert, dan krijg je dus inderdaad een onderrapportage van de complicaties. Ja, dus er is een landelijke registratie, de DICA, zei u. Dus ja. Daar komen tegenwoordig de standaardcodes kopieën, dat betreft ze allemaal. Want er zijn natuurlijk, u maakt een onderscheid in drie categorieën. Ik was ook al benieuwd of het misschien bij de screening / surveillance codes kopieën, zeg het bevolkingsonderzoek, of dat daarbij anders is. Ligt daar meer druk op de kwaliteit dan bij de meer standaarde diagnostische en therapeutische kopieën? Of moeten ze allemaal in de DICA? Ze worden allemaal in DICA geregistreerd. De BVO's doe ik zelf nog niet, maar ze worden via Screen IT worden ze geregistreerd. En als er een complicatie is, wordt het in je verslag meteen doorgestuurd naar de organisatie. Maar je moet het dus wel zelf aanpassen in je verslag om de complicatie te kunnen registreren. U zei iets over... Laat me heel even... Nou, ik neem u gewoon even mee, want want dit was een inleidende vraag over hoe het in het dagelijks leven gaat. Maar ja, nu dan uw proefschrift. Want ja, we weten vanuit Chirurgisch Hoek dat hoe toegewijder je bent om te registreren, hoe meer er ook geregistreerd wordt. Dus terwijl je dan eigenlijk een heel goed ziekenhuis bent, omdat je echt je best doet om die kwaliteit transparant te maken, krijg je later op je kop, omdat je een hoger complicatiepercentage hebt dan anderen. Heeft u enige kijk erop hoe dat zat bij de studies die u geïncludeerd heeft? Hoe kwam men daar aan de complicaties? Waren daar dedicated nurses voor? Werd er melding van gemaakt? Of was daar een speciaal programma waarin ingevoerd werd? Werd er iets over gezegd? Over de nauwkeurigheid en de manier waarop complicaties geregistreerd werden? Hartelijk dank voor uw vraag. Ja en nee. Dat wil zeggen, in een heleboel studies is beschreven dat er van een soort landelijk registratiesysteem gebruik werd gemaakt. Waarbij er dan van uitgegaan wordt dat de endoscopist ook een complicatie registreert. Maar er staat in een heleboel studies, en dat staat ook in de limitatiesectie van dat artikel beschreven, dat ik denk dat er ook nog een onderrapportage is van het aantal complicaties, omdat er gewoon niet nauwkeurig genoeg geregistreerd is. En de eerste studie in het proefschrift opgenomen is uit 2001, 20 jaar geleden. Toen waren we minder bezig met kwaliteit en veiligheid dan dat we dat nu op dit moment zijn. Dat is waar ik net naartoe wilde met het BVO. Als je kijkt naar de kwaliteitseisen in Nederland, dan hebben we standaard kwaliteitseisen voor coloscopie. Maar voor het BVO zijn er een aantal eisen nog strikter. De strengere kwaliteitseisen, zoals onder andere circumintubatie. Die zijn voor de standaardonderzoeken, wordt die voor de standaardcoloscopie, dus voor symptomen en surveillance, op meer dan 90%. Maar voor de BVO's is dat meer dan 95%. En zo zijn er nog een aantal verschillen op te noemen. Dus voor de BVO's zitten ze nog wat strakker, of ze nog wat dichter bovenop, om die complicaties te registreren en te zorgen dat het kwaliteitsniveau zo hoog mogelijk ligt. Ja, eigenlijk een beetje. Ja, ik weet het, dat is zo. En natuurlijk is het een hele laag risicogroep patiënten of personen, moet ik zeggen. Ze zijn nog geen patiënt. Maar toch een beetje jammer eigenlijk dat dan de andere groepen, dat daar misschien wat minder op gelet zou worden. Nou, denk ik nog altijd, als ik naar de klok kijk, minstens dezelfde is hier, voor een aanvullende vraag. Want ja, wij denken als chirurgen dat wij in de complicatieregistratie voorop lopen. Omdat we dat heel lang geleden al begonnen zijn. En ons dus ook erg bewust zijn van de verschillen die er kunnen zijn tussen bepaalde specialistengroepen, in hoe dedicated en nauwkeurig ze de registraties bijhouden. In ons ziekenhuis speelt actueel, daar bent u zich misschien van bewust, dat we in de zorgpaden die we tegenwoordig hebben, multidisciplinaire zorgpaden, dat eigenlijk ook transparant zou moeten zijn wat de complicaties zijn van ieder deelnemend specialisme. Mm-hmm. En laat ik het neutraal houden. Wij werken ook samen met KNO-arts en plastisch chirurg en anderen. En ja, dan denken we wel eens even een beetje koudwatersgeest van ja, maar als wij nu al onze getallen erin zetten, dan komt de chirurgie er gewoon slecht vanaf, omdat andere vakken het gewoon, ze zijn nog niet zo ver als wij. Is dat een hele ouderwetse gedachte van me, of kunt u zich daar een beetje in verplaatsen? Bent u zich daarvan bewust dat dat soort transparantie in het
in het ziekenhuis aan het gebeuren is. En vervolgens ook, kunnen we dat al delen met de patiënt, dat soort getallen? Bedankt voor uw vervolgvraag. Ik denk dat het is goed om transparant te zijn met betrekking tot complicaties. Alleen, ik denk dat voor patiënten heel lastig wordt om in te schatten waar het nu bijvoorbeeld op berust. Want als je gaat kijken naar de verschillende ziekenhuizen in Nederland, in ieder ziekenhuis wordt iets anders gedaan. Dus dan moet je gaan kijken naar wat voor soort verrichting wordt er gedaan. Zoals bij het BVO bijvoorbeeld, in eerste instantie werd er gezegd dat de complicatiegetallen redelijk hoog lagen. Maar er worden ook meteen grotere polypen weggehaald. En dat is ten opzichte van de totale bevolking, waarbij ook soms maar hele kleine polypjes weggehaald worden, of zelfs helemaal geen polypen, is natuurlijk een groot verschil. Dus dat soort nuances, ik vraag me af of patiënten dat kunnen maken. Dus dan moet je dat soort kanttekeningen en sterretjes allemaal erbij gaan zetten, die niemand gaat lezen. Dus ja, transparantie is goed, maar tot op een zekere hoogte, denk ik. Omdat mensen anders heel erg gaan schrikken voor dingen waar ze niet van hoeven te schrikken. Van hoge getallen die niet reëel zijn. Omdat bijvoorbeeld HPB-chirurgie wordt niet in ieder centrum gedaan. Complicatiegetallen zijn wat hoger. Omdat er vaak ook ziekere patiënten zijn. Maar dat soort afwegingen kan niet iedereen maken, denk ik. Nou, dank u voor uw antwoord. De praktijk ligt genuanceerd. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor Stassen. Dan wordt nu de oppositie voorgesteld door professor Spaander. Zij is bij ons via het screen. Zij is hoogleraar gastro-intestinale oncologie in het bijzonder op het gebied van screening en vroegdiagnostiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En ze werkt verder als MDL-arts in het Erasmus Medisch Centrum, ook in Rotterdam. Professor Spaander. Hartelijk dank, meneer de rector. Als eerste ook mijn felicitatie voor dit prachtige proefschrift. En natuurlijk ook mijn felicitaties aan uw beide co-promotoren en promotor. Voordat ik met u van gedachten zou willen wisselen over hoofdstuk 3. Eerst een beetje een korte vraag, ook een beetje uit nieuwsgierigheid voortgekomen. Maar u laat heel mooi zien in uw proefschrift dat een colonoscopie ten aanzien van kwaliteit en veiligheid breder is dan alleen de colonoscopie op zich. Met de voorbereiding waarin veiligheid een issue speelt, maar ook eventueel cardiovasculaire events na een colonoscopie. Maar toch heeft u voor uw titel heel bewust gekozen voor kwaliteit en veiligheid van alleen maar het woordje colonoscopie. Ik vroeg me af, is dat een bewust dat u alleen zich beperkt heeft tot deze titel? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw woorden en uw mooie vraag. En dat was een van de commentaren, geloof ik, vanuit de leescommissie. In het begin, als je een proefschrift begint te lezen, dan denk je, die colorectale neuroendocrine tumoren, die staan, neoplasie, staan een beetje los van de rest. Maar we hebben eigenlijk naar verschillende aspecten gekeken. Dat is ook waarom we de paraplu, zoals ik die ook in het lekenpraatje terug heb laten komen, zo breed mogelijk hebben gehouden. Dus als je in ieder geval alles onder de paraplu kan scharen. Dus ja, dat was een bewuste keuze. Ik vond het heel mooi. Ik zag uw lekenpraatje en waarin u die paraplu heeft weergegeven dat het inderdaad breder is. Ik denk dat we ook zo verder moeten kijken. Dan niet alleen de colonoscopie, maar het zien als een procedure op zich met een voorbereiding en ook een nazorg. Dan hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 vergelijkt u de app, de smart app, met een controlegroep voor de voorbereiding van de colonoscopie. En in figuur 3.2 op bladzijde 56 is de flowdiagram zichtbaar, waarin opvalt dat 70% van uw deelnemers afvalt. En u geeft dat aan dat het komt omdat ze niet aan de inclusiecriteria doen, oftewel of dat ze geen smartphone hebben of dat ze niet mee willen doen. En dat creëert een selectiebias, zoals u ook aangeeft in de discussie. En ik vroeg me dan ook af, wat zijn dit dan? Kunt u iets meer zeggen over deze groep ten aanzien van de karakteristieken van die groep? En hoe is de verdeling tussen mensen die niet willen meedoen en mensen die geen smartphone willen hebben? Bedankt voor uw vervolgvraag. Ik heb, zoals in het artikel staat, heb ik de selectie van de patiënten, hebben twee collega's van mij gedaan. En wat ik van hun heb begrepen is dat de meeste patiënten of niet mee wilden doen en dat er een aantal oudere mensen geen smartphone hebben. Als je kijkt naar literatuur, dan zou meer dan 90% tegenwoordig van de 55-plussers een smartphone hebben. Maar ik denk dat het wel een klokmodel is, waarbij de 80-plussers minder snel een smartphone hebben dan
dan zeg maar de 60-plussers. Dus deels hoe de verhouding precies is, durf ik je nu niet te zeggen. Maar ja, er zijn gewoon heel veel mensen afgevallen omdat ze het of dachten het is misschien toch te veel werk, of het is toch geen smartphone hadden en nog een ouderwetse telefoon met van die grote cijfers erop. Nee, absoluut. Zeker als je namelijk zo'n mooie tool wilt implementeren, wil je natuurlijk wel ook dat het haalbaar is voor heel veel mensen. Vandaar dus de vraag. En u zei ook al, zei het, misschien kost het ook meer tijd. U geeft aan op bladzijde 53, stelt u dat er eigenlijk geen verschil is in tijd tussen de app en de informatie. Hoe heeft u dat dan onderzocht? Bladzijde? Ja, bladzijde 53. Ja. Nou, omdat uiteindelijk, wat ik begrepen heb, want ik heb het dus niet zelf uitgelegd, is dat de patiënten de uitleg hebben gekregen zoals ze normaal ook krijgen over de voorbereiding, over hoe ze het middel moeten nemen, hoe ze hun lichtverterma dieet moeten nemen. En daarna kregen ze op papier alles mee. En ja, in principe, volgens mij hebben ze geen stopwatch ernaast gehad om te kijken of er veel extra tijd nodig is geweest. Maar in praktijk zal het misschien om een enkele minuut of 2 minuten gegaan zijn. Want de app gewoon zelf, ja, heel makkelijk vanzelf, het is helemaal in het Nederlands. Je bladert eigenlijk zo doorheen, de tijden werden ingesteld. En daardoor kregen de patiënten de herinneringen. Want dat belangrijk, als je het ook weer hier hebt op de visibility, de haalbaarheid van de tool. Is het, hoe gemakkelijk is het? Hoeveel extra tijd kost het met downloaden en doornemen? Met de folder kan je soms even van links naar rechts doorheen bladeren. Maar mijn app wordt je toch vaak meer gedwongen ook om het juist 1 voor 1 te doen. Wat ook wel tot een beter resultaat mogelijk kan leiden. Maar ook voor inlichting voor de toekomst. Dat we kunnen stellen dat de app niet meer tijd zou kosten dan het gewone brochure. Vandaar de vraag. De researchverpleegkundigen die deden de gesprekken voor de controlegroep, begreep ik. Waren die uniform getraind in hoe ze het moesten aangeven hoe de voorbereiding zou moeten zijn? Verpleegkundige specialisten hebben inderdaad een deel van de voorbereidingen gedaan. En die zijn geïnstrueerd hoe ze het moesten uitleggen aan de patiënt. Precies. Nou, dat voor de uniformiteit. Zo'n app is natuurlijk heel duidelijk. Iedereen krijgt dezelfde informatie, maar als je het persoonlijk doet, kan het verschillen. Ik ga met u naar de kwaliteitsindicatoren. Want wat ik interessant vond, kwaliteitsindicatoren, als we het hebben over ADR en suikerminturbatie, zijn heel erg gerelateerd aan de endoscopist. Maar in dit stuk heeft u het met name aan de colonoscopie gerelateerd. Even kijken, waar is het? Op bladzijde 60, 3.4, dan maakt u dus eigenlijk kwaliteitsindicatoren, die verdeelt u over de smartphonegroep en de controlegroep. Dus daardoor is het niet meer een endoscopisch gerelateerde kwaliteit, maar meer een colonoscopie gerelateerde kwaliteit. Hoe heeft u dit gedaan? Bedankt voor uw vervolgvraag. We hebben gekeken naar, u is gelijk, normaal gesproken gaat de ADR per colonoscopist. Maar er zijn meerdere studies die hebben gekeken naar BPPS-verbetering met behulp van darmvoorbereidingstools. Zoals bijvoorbeeld video en in dit geval dus de smartphone-app. Dus we hebben eigenlijk gewoon gekeken hoeveel adenomen er gedetecteerd zijn per colonoscopie. Dat is hoe we. Dus eigenlijk is het een ADC meer dan een ADR in dit geval. En dan komt natuurlijk mijn volgende vraag. U had 25 endoscopisten en fellows die deze studie doet. Dus daar zal ook wel een variatie in zitten tussen de persoonlijke ADR's en suikerminturbaties. Zijn die netjes verdeeld over de beide groepen? Ja, dat denk ik wel dat die verdeeld zijn. Maar zoals u ziet, de aantallen en de groepen zijn niet heel erg hoog. Dus als je kijkt dat 25 endoscopisten alle procedures hebben uitgevoerd, waarvan een deel assistenten zijn en een deel MDL-artsen. En je hebt 74 mensen zeg maar per groep. Ja, dan weet je dat de variatie heel hoog is in beide groepen. Ja. Het gaat natuurlijk met name om dat de endoscopisten met een hoge ADR en hoge suikerminturbatie niet allemaal in de smartphonegroep zitten. En de mensen met een lagere ADR en suikerminturbatie in de controlegroep. Want dat zou dan. Dat is ongeveer gelijk verdeeld. Sorry. Ja. Ja. Hartstikke goed. Nou, ik zie dat mijn tijd er bijna op zit. Ik weet niet of ik nog 1 korte vraag mag stellen. Dan liggen we weer op het oude schema. Dat is goed. Doet u maar. Dank u. Ik mag een vraag stellen. Kort. Dank u wel. Voor de interpretatie van uw resultaten. U laat zien dus dat de smartphone beter is dan
beter is dan een controlegroep ten aanzien van de BBPS-score aan zich, maar ook ten aanzien van het segment, met name het rechterkolom. En als je dan gaat kijken wat die daadwerkelijk BBPS-score is, dan is in de controlegroep eigenlijk de BBPS-score adequaat. En ook in segment, het rechtersegment, is die 2,5, dus zou je ook zeggen adequaat, want dat heeft u net ook in uw levensplaatje laten zien. Hoe moet ik nou precies dan de verbetering van de smartphone zien voor de dagelijkse praktijk? Dank voor uw vervolgvraag. Het verschil in BPPS is inderdaad niet heel erg hoog tussen beide groepen. Maar als je kijkt, zoals ik net al even zei, de kwaliteitscriteria, die zijn gewoon hoog in Nederland. En voor BVO-onderzoek zijn ze nog hoger gesteld. Die ADR en die ADC, die zijn gewoon die zijn belangrijk. En je wilt gewoon geen poliepen missen. We weten dat we heel veel missen. Dat is ook waarom artificial intelligence nu om de hoek komt kijken. Om te kijken of we niet toch nog meer kunnen traceren. Dus ook al is het een heel klein verschil tussen beide groepen, ik denk dat dit verschil wel telt. En om terug te komen op het vorige stuk, die smartphone-app gaat niet voor iedereen bruikbaar zijn in de toekomst. Dus we zullen nog steeds, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar ik denk dat het zeker een handig hulpmiddel is om te zorgen dat we onze kwaliteitseisen en daarmee de patiënten ook beter hoger krijgen en daarmee dus ook de patiënten beter kunnen helpen. Hartelijk dank voor deze mooie woorden en antwoorden. Ik heb helaas geen tijd meer. Ik zou nog meer willen vragen, maar ik geef het woord terug aan meneer de rector. Dank u wel. Ja, dank u wel, professor Spaander. Dan gaat de oppositie voort via professor Rennenberg. Hij is hoogleraar op het gebied van de bevordering van kwaliteit en veiligheid in de zorg aan deze universiteit. En verder werkt als internist in het academisch ziekenhuis hier ter stede. Vandaag is hij bovendien secretaris van deze commissie. Professor Rennenberg. Dank u, meneer de pro-rector en geachte promovendus. Ook mijn felicitatie aan u en uw promotieteam met een mooi proefschrift. Ik was ook onder de indruk van de CAF, een soort prehistorisch colon. Ik weet niet, u heeft het zelf ontworpen, het zal geen foto zijn, want ik kan me niet voorstellen dat ze in die tijd wisten hoe het colon eruit zag. Niet verrassend zou ik graag met u van gedachten willen wisselen over allerlei veiligheidskwesties. En in eerste instantie zou ik u willen meenemen naar hoofdstuk 4. En dan was ik zo doorheen aan het lezen. Dat gaat over de complicaties. Er zijn er veel vragen over gesteld. Maar mijn blik viel eigenlijk onmiddellijk op een figuur, zeg maar. Figuur 4.4, op bladzijde 84. En daar zie je zo'n dalende lijn in bijvoorbeeld bloedingen, dat middelste grafiekje. En dat stemde mij positief. Ik denk, geweldig. Die bloedingen die gaan door de jaren heen, leren we daar iets van. Dat wordt steeds minder. Bloedingen zijn naar coloscopie heel vervelend, want die patiënt is al naar huis en komt later terug. En bijvoorbeeld de eerste hulp, iedereen is in paniek. Heel lastig en soms ook heel ernstig. En dan zit er ineens een piekje in 2006. En ik kan hier niet goed zien, het stijgt boven die twee stippenlijnen uit. Dus het lijkt toch wel een significante verandering, zeg maar. Is er enige idee? Ik denk dat het voor het begin van uw carrière is, zeg maar, die 2006. Maar misschien heeft u nagedacht of gekeken of zich verbaasd over dat piekje. En gekeken wat er in die periode gebeurd is. Ik vroeg me af, heeft u daar een beeld van? Hooggeleerde opponent, hartelijk bedankt voor uw woorden en ook voor uw interessante vraag. Ik denk dat het met de studieverdeling te maken heeft. Want als je kijkt naar een aantal studies, daar heb ik uiteraard aan gekeken waar de piekjes liggen, dan zijn er meer studies die dat in dat stuk hebben geïncludeerd. Dus daar heb je je piek. En een andere logische verklaring daarvoor heb ik niet, want we gaan door de jaren heen natuurlijk meer polypectomieën doen. We gaan uitgebreidere procedures doen, grotere polypen, moeilijkere polypen. Een paar jaar geleden schoven we nog alles door, of niet alles, maar veel door naar de chirurgie. We doen tegenwoordig steeds meer endoscopisch. Ik denk ook als je nu gaat kijken, want dit onderzoek is van 2001 tot 2015, de studies zijn in 2001 tot 2015, en ook in de laatste 6 jaar, als je kijkt naar wat voor polypprocedures we doen, bijvoorbeeld met ESD, waarbij we meteen de bloedvaatjes dichtbranden, denk ik dat het logisch is dat we de bloedingslijn zien dalen. En dat is ook goed nieuws. Dat betekent dat we beter bezig zijn met anticoagulantia. De perforatielijn en de overlijdenslijn die blijven nagenoeg gelijk. En daar zit ook een piekje in overlijdenslijn. Dat komt omdat juist in dat jaar meer studies geïmplementeerd zijn die in dat jaar overlijdens hebben gemeld. Nou ja,
Dat is zo. U beschrijft een rate. Het zou kunnen inderdaad dat sommige studies daar op een andere manier naar gekeken hebben, dat het daardoor piekt. Ik maakte me al zorgen, want ik dacht van nou, eerst gaan ze bloeden en een jaar later gaan ze dood. Hè? Want in dat grafiekje eronder is het 2007. Zijn dat dezelfde patiënten, maar waarschijnlijk niet dan in dit geval. Nou, ik vroeg me ook af, heeft het nog te maken met de introductie van nieuwe antistollingsmiddelen? Want de antistollingswereld staat al 15 jaar op zijn kop, zeg maar, met allerlei plaatjesremmers die nieuw komen en daarna ook nog andere middelen. Is daar nog een link te vinden? Want dit gaat maar tot 2010 en de DOACs zijn daarna pas in grote opkomst gekomen. Weet u of daar iets over bekend is? Dit onderzoek gaat over 2001 tot en met 2015. En ja, ik had heel graag daar meer over gezegd. En dat is ook een van de limitaties die we genoemd hebben in dit artikel. En dat is ook waarom het zo belangrijk is om goed te registreren. Het gaat erom dat we complicaties goed registreren. Dus we moeten registreren wat voor complicatie er heeft plaatsgevonden, maar ook of de patiënt bloedverdunners gebruikte en wat voor soort bloedverdunners. En dat soort dingen zijn niet standaard opgenomen in de complicatieregistratie ten tijde van deze studie. Dus dat is helaas het euvel van veel van die registratie, dat je niet alle variabelen, we hopen natuurlijk dat alle digitale technieken van de toekomst ons daarbij helpen, die gewoon alles eruit vissen wat we maar zouden kunnen bedenken. Want bij al die registraties is het inderdaad niet zo. Gelet op de tijd wil ik u toch ook nog even meenemen naar hoofdstuk 7. Dat gaat over kalium. En als internist ben ik daar altijd erg in geïnteresseerd. Want daar heb ik veel mee te maken met al die kaliumproblemen. Niet per se van coloscopieën, maar ik zie ze vaak. En daar gaat het eigenlijk over. Want u vindt in dat hoofdstuk zeg maar mensen met kaliumproblemen eigenlijk al voor de coloscopie. En later kijk je ook naar een klein groepje van mensen die dat na de coloscopie hebben. Die gaat u wat uitvoeriger onderzoeken in hoofdstuk 8. Eigenlijk denk ik van, nou, die vind ik minder interessant. Dat is natuurlijk ook wel potentieel gevaarlijk. Maar die hebben een reden om dat te krijgen, want ze eten anders en ze krijgen dat spul allemaal, dus ze verliezen allemaal kalium. Maar die mensen die voor de coloscopie al een laag kalium hebben, dat intrigeert mij wel. Want u, als belangrijke verklaring haalt u aan diuretica, maar kalium is onder de 3 met een diuretica, is toch zeer ongebruikelijk. Er zit meestal nog een secundaire oorzaak achter. En ik vroeg mij af, is er iets bekend over mortaliteit op iets langere termijn dan net na de coloscopie van die mensen die voor scopieën al een laag kalium hadden? Want daar ben je eigenlijk bang voor. Hartelijk bedankt voor uw vraag. Ik deel uw zorgen. Ik maak me met name zorgen over de mensen die vooraf inderdaad een laag kalium hadden voor de darmvoorbereiding, omdat dat lage kalium waarschijnlijk al is ontstaan door multifactoriële oorzaak. Dus dan moeten al minimaal 2 oorzaken zijn geweest waarom die mensen een laag kalium hebben gehad. Dus het is waarschijnlijk niet alleen het thiazide of het lisdiuretica, maar er is nog iets anders aan de hand geweest. En de opgenomen patiënten zijn natuurlijk ook, dat zeggen we in hoofdstuk 7, een risicofactor, omdat die mensen ook minder goed eten. Je hebt dan al je renale verlies, je verlies via colon en dan ook nog de verminderde intake. En ik had graag die mensen, met name in hoofdstuk 8, ook nog wat meer onder de loep genomen. Die 16 mensen die vooraf een laag kalium hadden. Omdat juist die het meeste at risk zijn om in de problemen te raken post-coloscopie. We hebben alleen door medisch-ethische bezwaren hebben we uiteraard die mensen wel suppletie gegeven voordat we de darmvoorbereiding zijn gestart. Dus die mensen zijn gelukkig niet in de problemen gekomen. Alleen je weet niet of dat uiteindelijk wel het geval zou zijn geweest als je dat niet had gedaan. Die 2 casussen die wij beschreven hebben, die zijn bij de IGZ gemeld. We weten dat er landelijk ook nog andere gevallen beschreven zijn van mensen die overleden zijn aan laag kalium na coloscopie. De meeste daarvan zijn binnen de 30 dagen, omdat je daarna ook weer in een soort van steady state belandt en dan ja, de extra factor kwijt bent. Ik onderbreek u even net op de tijd, want de prorector kijkt al af en toe naar mij. Dus ik moet even. Ik maakte mij vooral zorgen over het feit dat als je, zeg maar, die mensen die hadden dus inderdaad, wat u zegt, redenen om hypokalemie te krijgen, die krijgen dan een coloscopie, dan wordt het even gecorrigeerd en daarna gaan ze weer naar huis, het colon-gedeelte is opgelost. Is er vervolgonderzoek geweest daarna om die mensen hun oorzakelijke of de oorzaak van hun hypokalemie te achterhalen? Want daar zit de crux. En zijn die mensen niet een half jaar later dood neergevallen door een ritmestoornis of een ander probleem? Dat is de vraag. Ik heb die mensen in 2015 nog allemaal een keer doorlopen. Dus daarbij zeg maar een jaar bijna later voordat wij gepubliceerd hebben. En toen leefden ze nog volgens het ziekenhuissysteem. Dus ik denk dat het antwoord nee is, dat ze niet zijn overleden, maar bij de huisartsen wel op de hoogte gesteld dat die mensen laag kalium hadden. Zodat wij hebben suppletie opgestart, maar vervolgens wel de huisarts aan zet gezet van luister, hier speelt een ander probleem. Dat stelt mij deels gerust, dank u wel. Ik geef het woord graag terug in de project. Dank u wel, professor Rennenberg. Dan wordt nu de oppositievoorzitter, dokter Moons. Hij is MDL
arts in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Ja, geachte promovendus, van harte gefeliciteerd met dit prachtige werk. Wij hebben toevallig recent zo'n geval aan de hand gehad, hè, van iemand die het ziekenhuis verliet na een ongecompliceerde coloscopie en een ritmestilstand kreeg eigenlijk en een reanimatie. En die bleek ook een daverende hypokaliemie te hebben. Dus het geeft aan welk belangrijk onderwerp u heeft opgepakt. En daarbij wil ik met u felicitaties voor dit belangrijke werk wat u heeft geleverd, ook uw promotoren en co-promotoren betrekken. Ik wil het niet met u hebben over hypokaliemie, daar weet ik gewoon te weinig van. Maar ik wil met u wel graag naar hoofdstuk 2 over de neuroendocrine tumoren. En wat mij allereerst opviel was dat u zegt van ja, de colon-nets doen het slechter dan de rectum-nets. En toen ik daarna zat te kijken, toen kon ik niet helemaal uitvinden van hoe dat nou zat. Want als u nou naar de bestaande risicocriteria, hoe we kijken natuurlijk naar de kans op lymfklierstase nou toepassen, heeft u dan zelf ook een verklaring waarom die colonnets het dan slechter doen? Moeten wij colonnets allemaal gewoon opereren op basis van uw gegevens? Of kunnen we daar toch een onderscheid in aanmaken? Zeer geleerde opponent, hartelijk bedankt voor uw mooie woorden en ook voor uw interessante vraag. U heeft gelijk, als je kijkt naar het pathologisch onderscheid, dan, we maken onderscheid in graad 1, 2 en 3, dan zijn zowel de colonnets als de rectumnets allemaal graad 1 tumoren. De gedachte is, en dat is wat ik begrepen heb uit diverse studies, is dat er een verschillende biologie is van de colonnets dan de rectumnets. Waarschijnlijk gaat dat terug tot in de embryologie. Maar ze zijn er nog niet helemaal achter waarom die colonnets nu per se een slechter beloop hebben dan die rectumnets. We weten alleen dat het zo is. Want ik zag wel dat de colonnets wel 8 van de 11 waren wel groter dan 2 centimeter. Want denkt u dat de omvang hierin nog een rol speelt? Want over het algemeen wordt ook aangehouden dat onder de centimeter gebeurt het niet. 1 en 2 is een beetje een grijs veld. Boven de 2 is... Dan zou dat nog een factor kunnen zijn? Of moeten we toch ook vaststellen dat ook een colonnet kleiner dan een centimeter eigenlijk ook aanvullende oncologische resectie behoeft? Dank u wel voor de vervolgvraag. Zoals ik net ook aangaf in het lekenpraatje, die nets die groeien gewoon heel langzaam. Dus als je al grotere nets vindt, hè, zoals we dat in het colon ook gevonden hebben ten opzichte van het rectum, verwacht je ook dat je eerder uitzaaiing gaat vinden dan bij kleine nets. Dus ja, ik denk dat de grootte wel een rol speelt. En ondanks dat we nu nog geen uitzaaiing hebben gevonden bij diagnose bij de meeste colonnets, kan dat wel natuurlijk ontstaan de jaren nadien. En kan dat wel, ik denk, de oorzaak zijn geweest voor het overlijden van de patiënt. Want zag u ook een lymfklierstase in nets kleiner dan een centimeter in het colon, in uw cohort? Dat kon ik niet zo 1, 2, 3 terugvinden. Nee, hebben we niet gevonden. Nee, is inderdaad niet gerapporteerd, maar hebben we niet gevonden. Want u beschrijft de morfologische kenmerken ook, hè? En u komt er ook terug in uw prachtige voordracht die u net ons gegeven heeft, dat het belangrijk is om ze te herkennen. Heeft u in uw cohort nou gekeken welke lesies dan niet van tevoren zijn herkend? Want het lijkt op basis van de kenmerken die u beschrijft dat de neuroendocrine carcinomen en ik denk ook de groter dan 2 centimeter lesies, die zullen waarschijnlijk wel worden herkend. Dus welke worden niet herkend? Waar zit dat probleem met name? Het probleem zit met name erin dat in het rectum heel vaak in het cecum, of in ieder geval in het colon, en de meeste colonets zitten in het cecum, worden ze meestal wel herkend of worden ze uitgemaakt toch voor lipoom. Dat zien we minder vaak in het cecum, dat is mijn punt. In het rectum zien we heel vaak dat de nets op lipomen lijken. En als je terugkijkt, en dat heb ik niet weergegeven in de studies, maar als je de casuïstiek allemaal naloopt, dan zie je dat er bij sommige patiënten al 3 keer een coloscopie verricht is, waarbij de laatste coloscopie is, denk nou, ik haal hem eruit, want misschien is het wel geen lipoom. En dan blijkt het inderdaad een graad 1 of graad 2 net te zijn, meestal graad 1. En wat er ook vaak gebeurt, is dat men denkt, nou, het is een hyperplastische polyp. Die haal ik er koud uit, want hij zit in het rectum en hij is net op het randje, hij is wat te groot. En dat is eigenlijk ook een boodschap vanuit dit artikel, dat we eigenlijk hopen dat als je twijfelt, maar dan moet je wel weten hoe een net eruit kan zien, dat je ze goed endoscopisch eruit moet halen en niet piecemeal, liefst niet koud, maar met EMR.
Dus het gaat met name over de hyperplastische, dan wel lipomen in het rectum die we moeten onderscheiden van de rectale nets. Want u geeft dus inderdaad aan dat het grootste probleem met name eigenlijk dus in het rectum zit. En want ik vroeg me af, ja, het beloop van die rectumnets is vaak echt heel gunstig. Is het, want je kan zeggen, er zijn twee aspecten eigenlijk aan, hè? Want denkt u niet dat er een onderschatting misschien is van de prevalentie van neuroendocrine tumoren in het rectum, juist omdat ze ook niet als zodanig zijn herkend, omdat tegenwoordig kleine hyperplastische polypen in het rectum ook vaak gewoon, ja, die laten we gewoon zitten. Denkt u dat dat in uw getallen mogelijk nog een rol speelt, dat er een onderschatting is van het aantal neuroendocrine tumoren? Er zal zeker een onderschatting zijn, want zoals ik net al aangaf, soms is er drie keer een scopie verricht voordat pas iets weggehaald werd of als zodanig herkend werd. Maar ik denk niet dat daarmee de aantallen drastisch zullen toenemen. Ja, we zullen er zeker missen. Recent is ook gepubliceerd dat graad 1 uiteindelijk toch wel kan evolueren naar graad 2 en zelfs naar een graad 3 nek. En dan is het risico op metastase ook hoger. Dus juist als je er vroeg bij bent, kun je juist die overleving van die patiënt optimaliseren. Dat is juist waarom ik denk, ondanks dat ze zeldzaam zijn, dat we moeten zorgen dat we ze kunnen herkennen en daardoor dus ook beter kunnen behandelen en kunnen opvolgen. Ik spreek heel erg of ik nog een beetje tijd heb. Ik was even nieuwsgierig, want u bent natuurlijk zelf endoscopist. Als u zelf nou zo'n lesie ziet, wat vindt u, het is volgens u dan de ideale methode om hem weg te halen als die kleiner is dan een centimeter? Wat zou u doen? Dat ligt aan de plek in het rectum. Als je genoeg afstand hebt van de linea dentata en is inderdaad kleiner dan een centimeter, dan zou ik met EMR weghalen. Omdat ik daar zelf ervaren in ben. Als je een kleine lesie goed en snel, zoals sommigen van u, met ESD kan weghalen, is dat ook een overweging waard. Dan weet je zeker dat die er helemaal uit is. En zouden we de standaard EMR-techniek gebruiken of zouden we nog een aanpassing daarin doen? Ik zou de standaard EMR gebruiken, maar u heeft er wellicht een ander idee over. Nou ja, er is wel wat literatuur die laat zien dat natuurlijk bij een standaard EMR dat de R0-rate wat lager is. En als je een cap EMR of een bent EMR, dat eigenlijk zeker zo goed is als ESD overigens. Dus dat je dat misschien nog zou kunnen doen. Maar ik vroeg me af of u dat terug kon vinden in uw getallen, of de type van resectie nog maar uitmaakte op de R0-rate. Nee, het is buiten de scope van het onderzoek, sorry. Ja. Ja. Want wat heeft u gezien in uw cohort? Word ik geïnterrupeerd? Moet ik stoppen? Nee, dan ga ik door. Zolang ik want zag u nou in uw cohort ook hoe men dan omging met want dan hebben ze natuurlijk eigenlijk allemaal inadequaat weggehaald. Met koud snaren of een piecemeal. En wat deed men er dan mee? Wat ging men dan doen? Liep men het dan daarbij? Bedankt voor uw vervolgvraag. Dat is een punt, hè, want de richtlijnen vanuit de e-nets die zijn met name gericht op de lesies kleiner dan een centimeter en groter dan 2 centimeter. En dit onderzoek dateert tumoren tussen 2001 en 2015. Dus wat je ziet is dat in het begin die dingen weggehaald zijn ook gewoon koud en niet gecontroleerd. En ja, uiteindelijk zie ik dan in de GBA staan dat de patiënt overleden is of niet. Maar meer dan dat weet ik dan ook niet van de patiënt, omdat het een retrospectief onderzoek was. En met name de laatste twee jaar van het onderzoek zijn patiënten wel gecontroleerd. Dus als iets inadequaat weggehaald is, is er of nog een aanvullende endoscopische resectie gedaan, of gewoon surveillance sigmo of coloscopie verricht. Ja, dat is op een gegeven moment zo'n hot topic nu van, hè? Wat moet je nou doen? Moet je nou een aanvullende litteken-excisie doen of kan je gewoon surveilleren? Waar zou u voor kunnen uitgaan? Als het niet volledig weggehaald is, dan denk ik dat het histologisch niet bevestigd weg is. Kijken of een EFTR haalbaar is. Wat zou u dan doen? Zou een lokale litteken-excisie doen? Ja. Oké, nou, dan ben ik helemaal bijgepraat. 80 jaar in. Dan ben ik weer helemaal bijgepraat. Dank u voor al uw antwoorden en dan geef ik het woord weer terug aan de conrector. Ja, ik denk dat de medemensen van ver hun bonus wel hebben binnengehaald. En dan gaan we nu verder met professor Schoon. Hij is hoogleraar nieuwe technologie ten behoeve van diagnostiek en behandeling in de endoscopische oncologie.
aan deze universiteit. En normaal werkt hij als MBL-arts in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Professor Schoon. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte mevrouw de promovenda. Ook u wil ik van harte feliciteren met deze fraaie dissertatie die voor ligt. Wetende hoeveel werk daaraan ten grondslag ligt. En ook complimenten maken aan uw promotieteam. Ik denk dat het tijd wordt voor de stelling eens onder de loep te nemen. En hoofdstuk 2 van uw proefschrift en stelling 1, die horen bij elkaar. Misschien dat u stelling 1 eventjes zou kunnen voorlezen. Ja, gaan we eens kijken of ik hem goed kan uitvoeren. Training of endoscopists and recognition of colorectal neuroendocrine neoplasms using video and e-learning will provide the basis for appropriate endoscopic diagnosis and resection and evidence-based surveillance recommendations. Ja, fantastisch. En wat staat er nog meer achter onderaan deze regel? Sorry. Onderaan deze regel, wat staat daar nog achter? Dysthesis. Ik zal je even helpen. In de stelling, even als in de conclusie van het hoofdstuk 2, schrijft u over de neuroendocrine neoplasieën. Samengevat, aan het einde, pagina 44, in de conclusies. Herkenning van deze afwijkingen zal verbeteren door onderwijs met video's en e-learnings. Dat is correct. Nou, na het doorlezen van dit hoofdstuk en een heel mooi fraai epidemiologisch werk. En klinische en endoscopische karakteristieken zijn vrij beschreven, ook zojuist met collega Boons bediscussieerd. Maar daar vind ik echter niets van een training en met een pre- en posttest. Dus die stelling die u doet, vind ik eigenlijk niet bewezen in uw artikel. Kunt u mij toch uit de literatuur en uit uw kennis, wat u heeft over het onderwerp, overtuigen dat uw bewering hout snijdt? Bijvoorbeeld op basis van vergelijkbaar onderzoek. Of u mag ook de stelling intrekken natuurlijk, mag ook. Hoogheer Lovenaert, bedankt voor uw woorden en uw interessante vraag. De microfoon galmt een beetje, dus ik hoop dat ik alles goed heb verstaan. U geeft aan dat de stelling niet helemaal uit het hoofdstuk 2 naar voren komt, uit de conclusies. Correct. En wat wij wilden aangeven met hoofdstuk 2 is, en we hebben het eerder daarover ook gehad in landelijke onderwijsavonden, dat eigenlijk er weinig endoscopische kenmerken bekend zijn van neuroendocrine neoplasieën. En dan met name de neuroendocrine tumoren in het rectum en ook in het colon. En wij hebben geprobeerd, hè, maar het is een kleine populatie van 85 patiënten kunnen includeren. En het is natuurlijk niet met niet alle beeldmateriaal is vastgelegd met HD, omdat de eerste net uit 2001, 2002 een oorsprong hebben. Dus we hebben niet de optimale beelden nu. Hè, want die zou eigenlijk een groter cohort willen, waarbij we allemaal video's maken, mooie plaatjes maken, zodat we uiteindelijk met z'n allen een mooie database kunnen ontwikkelen, waarbij we getraind kunnen worden om na te denken over afwijkingen in het rectum. Van, is dit nu toch een net? Zo ja, twijfel ik. Als ik twijfel, dan maak ik foto's, een filmpje, overleg ik met iemand en laat ik hem nu in situ en ga ik in tweede instantie hem weghalen. Dus wat we eigenlijk hebben geprobeerd met dit artikel is om endoscopie Nederland en ook wereldwijd wakker te krijgen om juist die neuroendocrine tumoren in het rectum beter te herkennen en uiteindelijk met z'n allen een systeem te gaan ontwikkelen om het ook in de praktijk toe te passen. En dan schrijf ik uiteindelijk ook op, want het artikel heeft wat langer geduurd voordat het uiteindelijk gepubliceerd is. In de tijd dat wij hiermee begonnen zijn, is uiteindelijk duidelijk gebleken dat de e-nets bezig zijn met een online training om op te zetten. En uiteindelijk is dat nu in een eerste fase en zal dat hopelijk de komende jaren ook in ons land uitgerold gaan worden. Dus nou, u draagt zeker bij aan een mooie bijdrage aan de endoscopic signature, hè, van het herkennen van deze afwijking. Maar wat denkt u wat de effectiviteit is van training, hè? Ook voor de e-nets? U zegt nou, de mensen worden, als indien zaken heel zeldzaam zijn, hè? Want als ik een simpele rekensom maak, hè, dan, u heeft de incidentie beschreven, hè? Die is 0,6 op 1000. Hè? En als ik een ijverige MDL-arts, die doet 1000 coloscopieën op 1 jaar,
En die moet eigenlijk al 2 jaar kopiëren voordat hij er 1,2 vindt. Klopt. En dus wat denkt u, wat is de effectiviteit van training als zaken heel zeldzaam zijn? Dank voor uw vervolgvraag. Ik denk niet dat dat iedereen dit gaat weten. Je moet alleen, er zijn meer zeldzame dingen in de endoscopiewereld. Je moet weten dat ze bestaan. En als je twijfelt, maak je een foto en haal je ze niet weg in het rectum. Dat is eigenlijk, ja, ik heb er zelf pas 1 gezien. Ik heb nog geen 1000 coloscopieën verricht. Dus ik zal er voorlopig ook geen meer tegenkomen, denk ik. Maar dat is wat net gesuggereerd werd. Misschien, als we er allemaal beter op gaan letten, en zeker met het BVO, denk ik dat we dat toch vaker gaan tegenkomen. Dat zie je eigenlijk ook wel terug als je kijkt, met name ook in andere onderzoeken, waar nu in Engeland, waar gekeken is naar NETS, dan zie je dat ze wel vaker voorkomen. Alleen omdat we meer coloscopieën verrichten, blijft incidentie dus uiteindelijk gelijk. Ja, nee, precies. Dat schrijft u ook op pagina 35. Ja. Dus dat zou betekenen dat de herkenbaarheid nog niet is toegenomen. Maar u heeft er wel in ieder geval een hele goede poging toe gedaan en bijgedragen. Zou ik nog een korte aanvullende vraag mogen stellen, meneer prorector? Moet u even naar de buurman kijken of die het prima vindt, want dat gaat van zijn tijd af, zoals ze de tafelshows zeggen. Hele korte vraag. In hoofdstuk 6, pagina 123, beschrijft u mogelijke mortaliteit van de darmvoorbereiding. En dat is ook al eerder ter sprake geweest. En als klinicus ben ik natuurlijk geïnteresseerd. Op basis van uw onderzoek is in de kliniek het protocol aangepast voor wat u vindt in uw onderzoek risicopatiënten? Bedankt voor uw vervolgvraag. In het ziekenhuis waar de 2 patiënten zijn overleden is inderdaad in eerste instantie een protocolaanpassing geweest, waarbij alle patiënten die diuretica gebruiken en opgenomen waren, kaliumcontroles voor coloscopie plaats hebben gevonden. Dat is wat wij ook beschreven hebben in hoofdstuk 6. Uiteindelijk hebben we gekeken naar aanleiding van hoofdstuk 8 of we dat moesten volhouden binnen het ziekenhuis. En ik begrijp dat het nu niet meer standaard bij iedereen met diuretica of opgenomen patiënten gedaan wordt, alhoewel we natuurlijk wel van alle opgenomen patiënten standaard een kalium hebben opgenomen. Ik ben tevreden met uw antwoord, dank u wel. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Schoon. Dan wordt nu de oppositie voortgezet door dokter Mujagic. Hij is MDL-arts in het ziekenhuis hier in de stad. Dokter Mujagic. Geachte prorector, dank u voor het woord. Geachte mevrouw de promovendus en promotieteam, gefeliciteerd met het prachtige proefschrift. Ik heb hem met veel plezier gelezen de afgelopen dagen. Ik heb het ook geadviseerd aan verschillende artsassistenten, met name de introductie en die generale discussie, omdat het een heel mooie basis vormt voor endoscopist, de achtergrondkennis die erin zit. Voor een paar minuten die we nog hebben, wilde ik graag toch nog even een paar punten met u discussiëren. Allereerst over die NETS, heel kort. Al lezend dat hoofdstuk kriebelde toch een beetje, heb ik niet een paar NETS gemist in mijn endoscopische carrière. Wat ik heel vaak doe, als er een lipoma-like afwijking is, dat ik dan een test of er een pillow sign is, dus met een biopteur even erop druk om te kijken of die heel zacht is. En als die zacht is, denk ik van het zal wel een. Is dat een goede techniek? Want die beschrijft u niet in uw. Of zegt u dat is onzin? Zeg mij op een aand. Hartelijk bedankt voor mooie woorden en voor de interessante vraag. Ja, er zijn onderscheidingsmethoden tussen lipoma en lipoma-like lesies in het rectum. En dat beschrijf ik ook in de discussie. Je kunt het naar het pillow sign toepassen. En je zult bij grotere afwijkingen zal dat beter opvallen dan bij de kleinere afwijkingen onder de centimeter. En daarnaast kun je nog de naked fat sign toepassen, waarbij je eventueel, liever niet, maar met een biopteur een biop neemt. En dan zie je eigenlijk als het ware het gele gevet. Dus ja, allebei zijn geschikt. Oké, dat is geruststellend. En de andere vraag gaat over hoofdstuk 3, de app. Daar is hebt u al uitgebreid gedacht over gewisseld met professor Spaander. Om iets verder te gaan, u zegt ook in uw discussie dat e-health in het algemeen booming is en dat er heel veel nieuwe toepassingen komen die ook heel goed kunnen zijn. Ik denk dat we dan na de promotie over het laatste vraag discussiëren.
Ja, u ziet blijkbaar af van het voltooien van uw vraag. Daarmee kan die ook niet beantwoord worden. En dat betekent dat de gelegenheid voor het verdedigen van een proefschrift hiermee voorbij is. De commissie gaat zich terugtrekken voor beraad over de kwaliteit van uw proefschrift en uw verdediging. En ik verzoek u en het gezelschap de uitkomst van dat beraad en onze terugkeer hier af te wachten.
Mevrouw de Promovenda, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel over beide, verder gelet op de vroeger door u afgelegde academische examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctorsgraad toe te kennen. De hoogleraar Masclee is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is daarmee aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Ankie Reumkens, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Zeer geleerde dokter Reumkens, beste Ankie, van harte gefeliciteerd met het behalen van de doktersbul. Felicitaties ook aan je partner Tim, jullie zonen Lucas en Stijn, je moeder, familie en vrienden. Vandaag is het bijna weer als van ouds in de aula. Feestelijk. Je mag je proefschrift verdedigen met een ruime hoeveelheid publiek om je mentaal te ondersteunen. Dat doet je zichtbaar goed. Je bent immers op zijn sterkst in groepsverband. In samenspraak en communicatie en debat met anderen. Communicatie, dat is één van je sterke eigenschappen. Daar wees je me op in je sollicitatiebrief. Die brief die kreeg ik begin 2013 van een jonge, mij toen nog onbekende artsassistente, die nog geen 3 maanden in opleiding was tot internist en die met enige schroom aangaf spijt te hebben van haar keuze en in te zijn voor een switch naar de maag-darm-leverziekte. Daartoe werden alle argumenten uit de kast gehaald. Over het type patiënten en de aandoening, toch jongere leeftijd van MBL-patiënten, veel afwisselender werk, et cetera. Kortom, MBL had in jouw ogen meer te bieden dan de interne geneeskunde. Je gaf aan met MBL, ja, daar wil ik me de rest van mijn leven mee bezighouden. Het was duidelijk wat je wilde, dat stond vast en die switch was snel gemaakt, dankzij de zeer bereidwillige steun van je interne opleiders. En daarna begon het echte serieuze werk. Je wilde ook graag naast opleiding onderzoek doen, liefst promoveren. We hebben een plan gesmeed om dat in een gecombineerd traject onderzoek, opleiding te doen. De lat ligt dan hoog. Er is maar beperkt tijd beschikbaar voor onderzoek en vaak zijn avonden na een dag klinisch werk gevuld met data analyseren en schrijven. Tussen 2014 en 2016 heb je korte periode je opleiding onderbroken voor onderzoek. Je werd lid van het team Sandoliano,
en bent gepokt en gemazeld in het colorectale onderzoek. Opzetten van een database van CRC-screening in Zuid-Limburg. En onderzoek naar kwaliteit en veiligheid van coloscopieën. Sylvia is gedreven, legt de lat hoog. Dat heeft ertoe geleid dat je veel hebt geschaafd en gekneed aan manuscripten. En ze daarmee zijn beland in goed gerankte tijdschriften. Sylvia, veel dank voor je steun aan Anki. In die beginperiode van je onderzoek stuitte de collega van het Zuiderland Ziekenhuis op twee fatale complicaties na darmvoorbereiding voor coloscopie. Iets wat routine is en volstrekt onschuldig lijkt, wordt ineens beladen en potentieel vol risico. Wat moet een klinicus daarmee in de dagelijkse praktijk met vele duizenden scopieën per centrum per jaar? Compliment aan de collega's uit het Zuiderland die dit verder hebben uitgezocht. Het risico op hypokaliemie na darmvoorbereiding voor coloscopie in een tweetal populaties. Allereerst in hoogrisicopatiënten en daarna in de dagelijkse routinepraktijk. Jij was de stuwende kracht achter dit onderzoek. Heb de vele data geanalyseerd en opgeschreven. Daar is veel waardevols uit naar voren gekomen, maar het is nog te vroeg om daar harde praktijkaanbevelingen voor te doen. Zuid-Limburg is jouw habitat. Die 30 bij 15 kilometer, die biedt veel, zo niet alles. Je bent er geboren en getogen. Hebt er geneeskunde gestudeerd, de opleiding tot MBL bijna afgerond, en promotieonderzoek verricht in Zuid-Limburg met in Zuid-Limburg verkregen data. Je laat zien dat hier alle faciliteiten en mogelijkheden aanwezig zijn. Het is hier goed toeven en dat beaam ik graag. De kans is aanwezig dat je in Zuid-Limburg werkzaam blijft. Zorg er wel voor dat je blik ook nationaal en internationaal gericht blijft. Je noemde in je sollicitatiebrief in 2013 twee sterke eigenschappen van jezelf. Doorzettingsvermogen en communicatie. Dat heb je vandaag laten zien. Maar je bezit er nog zoveel meer. Je bent creatief. Kijk eens naar de kaft van je proefschrift. Schilderen. Musiceren. Je bent een goede manager en organisator. Gezin, opleiding en onderzoek gecombineerd. En daarnaast een groot sociaal netwerk. Je bent een capabele en gerespecteerde teamoudste geweest van onze MDL AJOS in roerige tijden. Je was zeer diplomatiek, maar als het nodig was ook doortastend. Soms is er ondanks die sterke kanten toch ineens onrust en twijfel. Kan ik het wel? Gaat me dat allemaal wel lukken? Maar gelukkig, die momenten zijn meestal maar van korte duur. Jouw trein die dendert verder. En de reinende onderzoekstrein waar je in 2013 op sprong, heeft veel tussenstops gekend. Maar kreeg ook extra vracht aan boord, maar werd wel getrokken door een echte stoomlocomotief. Eenmaal op gang, voordenderend, niet meer te stuiten. Je hebt je bestemming bereikt en de vertraging was minimaal. Anki, het was een plezier om met je samen te werken. Je hebt een prestatie van formaat geleverd en we zijn trots op je. Bij jou zijn onderzoek en zorg in goede handen. Bewaak je grenzen en neem de tijd om van je gezin en het leven te genieten. Nog één waarschuwing over stelling 9 van Audrey Hepburn. Als je veel liefde geeft, krijg je ook veel liefde terug. Maar Audrey Hepburn was een filmster. En niet heel selectief in wie ze de liefde allemaal gaf. Focus jij nou maar op je drie mannen thuis. Dan komt het allemaal goed. Dank je. Dr. Rumkens, het is mijn genoegen om namens de universiteit me aan te sluiten bij de al geuite felicitaties en die ook uit te doen gaan naar uw familie, geliefden en andere mensen die dierbaar zijn. Mooi proefschrift, mooie promotie. En dat doet mij plezier dat allemaal gedaan is door een alumnus van deze universiteit. Daarmee hebt u voor altijd uw naam aan deze universiteit bevestigd. Het lijkt dat u een mooie carrière tegemoet kunt gaan, misschien zelfs weer in Limburg. En dat brengt me dan op een advies van mijn kant, waar u helemaal niks mee hoeft te doen. Als je helemaal als een Limburgs meisje bent opgegroeid, helemaal in Maastricht bent opgeleid, je hele medische opleiding ook nog in Maastricht en omstreken hebt gedaan,
Een beetje erger natuurlijk dat het ook in Heerlen moest, want maar ja, dat is een af. Daar hebt u zich doorheen geslagen. Maar een advies van mijn kant zou toch zijn: probeer eens één jaartje buiten Limburg u licht op te steken voordat u zich verder weer in Limburg begraaft en daar tot uw pensioen bezig bent. Het is maar een advies en het is misschien nog te regelen dat u ergens in de Randstad, of misschien zelfs in het buitenland, en als u dan maar niet de Luik neemt of zoiets wat u op de fiets kunt bereiken, probeer dat eens een jaartje. Het zal uw carrière nog beter en mooier maken. Maar goed, leg dat maar naast u neer als u daar niet in gelooft. Ik dank de hoogleraar Spaanders en dokter Moons, die ons vandaag door hun aanwezigheid, zij het al elektronisch, de eer hebben aangedaan om hierbij te zijn. De andere mensen bedank ik niet, dan zal de mensen zelf zeggen waarom bedankt u die rest niet. Ja, dat zijn gewoon werkers van deze universiteit, die moeten dat gewoon voor hun kost doen, daar worden ze al voor betaald en daar hebben ze een aanstelling voor, dus je hoeft niet apart te bedanken. Toch dank dat u zo'n mooie promotie ervan gemaakt heeft. Ja, ik moest me net even oriënteren, want toen ik op vakantie ging hadden we nog een gigantisch strikt beleid van corona. Maar tot mijn genoegen hoor ik nu dat er weer een receptie mag worden gegeven. Nu hebben we buizen prachtig weer, zonnig. Dus we doen het op de binnenplaats van dit oude klooster. Daar gaat u zo dadelijk naartoe. We gaan het als volgt doen. Moet even een beetje huishoudelijk worden. De mensen uit de zaal verlaten dadelijk via die deur dit pand. En gaan in de richting van de receptie die er is. Buitenlucht, zonnetje, parasolletjes, erg mooi. De corona blijft even achter, zodat we hier nog een paar foto's kunnen maken. En datzelfde vraag ik van de beide buitenmensen. Dan wordt er nog een foto gemaakt van hun op het scherm. En misschien kunnen ze dan, omdat ze niet bij de receptie zijn, als ze er een prijs op stellen, de net gedoctoreerde kort toespreken via het scherm. Dan gaat het scherm op zwart en dan gaan wij ook weg. Maar dan gaan wij weer even op de trap, wij bedoel ik de corona mee, en dat is deze club hier achter de tafel met die jassen, die gaan dan even op de trap een groepsfoto voor u maken voor de latere praktijkruimte. En dan sluiten we daarna ook aan bij de receptie en dan hoop ik dat u allemaal een biertje of een glaasje in de hand hebt. En dit gezegd zijnde dus sluit ik hiermee de academische zitting. Thank you.